Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Robert Schilder, in de voorbeschouwing heb je het nog over de kans op onderschatting en dat je geconcentreerd moet zijn. En dan sta je binnen 3 minuten meteen al achter. Wat dacht je toen? Ja, dat is natuurlijk hetgene waar je absoluut niet op hoopt. De beste bal die we verliezen, dat is een counter en die ligt erin. En sta je meteen achter en zij staan massaal op eigen helft. En het was heel moeilijk om daar doorheen te komen en daarbij deden we dat ook heel slecht. Dat was vrij kansloos. Ja, want het leek wel dat jullie achterin niet precies wisten hoe de bal nu precies naar voren te krijgen. Het was vaak de centraal wel in balbezit, maar daarna was het idee een beetje weg. Waar ligt dat aan? Nou, we kregen hem vaak wel naar voren, maar ja, dan vanaf dat moment moet er toch iets creatiefs gebeuren. Juist omdat de ruimtes heel klein zijn. Dat was niet goed. Te weinig initiatief, denk ik. Te weinig diepgang. Jongens, ze toch iets moeten doen om die ruimtes kapot te spelen eigenlijk. Ja, en dan sta je bij rust 2-0 achter. Wat gebeurt er dan in de kleedkamer in de rust? Is het dan vuurwerk? Nou, het begint natuurlijk even, maar kijk, uiteindelijk moeten we wel. We hebben nog een helft en dan moeten we ook goed kijken waar de kansen liggen. Ik bedoel, je kan uiteindelijk wel je kop verliezen, maar je probeert natuurlijk wel. Wel nog de wedstrijd te keren. En de tweede helft was. Het was niet heel veel anders. We hadden iets meer druk, denk ik. En iets meer gevaarlijke situaties. Maar uiteindelijk was het niet voldoende. En dan snel deze wedstrijd maar vergeten. En dan kijken naar NEC. Kan daar de positieve flow weer doorgezet worden van naar de winterstop? Nou ja, kijk, het is een thuiswedstrijd. Het is een goede aansprekende tegenstander. We zullen ons moeten herstellen van vanavond, want we kunnen niet nog zo'n tegenslag krijgen.